De burgemeesters maakten zich zorgen over de verloven. Aanleiding was de steekpartij in Uden op 20 april. Daarbij raakte een vrouw zwaar gewond toen een TBS'er met begeleid verlof haar in de HEMA neerstak. De begeleider die mee was met de TBS'er zou niet goed hebben opgelet. Na een gesprek met de minister van Justitie is de burgemeester van Uden, waar de steekpartij plaatsvond, weer helemaal gerustgesteld. De brief van de minister geeft voldoende vertrouwen in de aanpak, want ook de minister trekt het zich aan. Dat heeft hij in het gesprek bij ons ook gezegd. Hij was blij dat het gesprek plaatsgevonden heeft, omdat hij zich ook verantwoordelijk voelt in zijn rol als minister, die verantwoording schuldig is aan de Tweede Kamer. Dus in die zin geeft deze brief voldoende vertrouwen dat de veiligheid door dat verbeterplannen, door andere procedures gegarandeerd kan worden. De kliniek komt zelf met plannen om de alertheid te verbeteren. De minister gaat die plannen bekijken en beoordelen. Daarna zorgt hij dat de plannen goed worden doorgevoerd. Pas dan mogen de TBS'ers van de pompenkliniek weer met verlof.